Mensen, tof, kijken kijk naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999 met vandaag weer de nieuwe Jens Toornstra, manager Career Mode. En vandaag hebben wij de kwartfinale van het EK tegen het Nederlands Elftal. En We hopen natuurlijk onze plaatsen voor die finale, maar voor Jens Toornstra is een heel erg dubbel gevoel om nu te spelen tegen Oranje. Natuurlijk hoopten wij ooit bondscoach worden van het Nederlands Elftal. Dat is niet gelukt. Wel bondscoach van Denemarken, onder andere. En we gaan nu kijken of wij meteen de maken deze Europese prijs in de wacht kunnen gaan slepen. De laatste paar afleveringen. Donderdag hebben we dan uh, ja, misschien als we hier winnen, ook een halve finale. En mochten we nog verder komen, dan hebben we uh, volgende week maandag weer een, uh, de dan is volgende week maandag de laatste aflevering van de Jens Stormster Career Mode. Als we ook daadwerkelijk de finale gaan halen. Maar als, het niet zal, als dat niet gebeurt, dan is het al vroeg klaar. En dan gaan we dus de nieuwe career mode starten. In ieder geval hebben jullie morgen weer een spelersqueer mode. Waar we dit seizoen gaan afsluiten met Lennart Hartjes. We gaan, wel weer door, we gaan wel door met Leonard Hartjes. Misschien dat we een transfer maken. Dat weten we dus niet. Dat gaan we al meemaken. De vrijdag en zaterdag natuurlijk weer de Mario Bane Arsenal career mode. En we gaan kijken wat we nu kunnen doen tegen het Nederlands elftal. De ploeg van Louis van Gaal tegen de ploeg van Jens Toornstra. Die sowieso sterk in dit toernooi staat. heeft Spanje verslagen. Die niet uh, door is gegaan naar de groep. En uh, Denemarken is sterker in het begin van de wedstrijd. Damsgaard. Hier is schot, wordt geblokt. Wijndal, Bijlo, Wijndal. En het is uh, klungelig. Wat een actie uit daar. Bij achterin bij het Nederlands elftal. Wijndal met het eigen doelpunt. Maar het ook op Bijlo kunnen staan. Het is 1-0 voor Denemarken. Eigen doelpunt van het Nederlands elftal. Door Wijndal. En Beilo eigenlijk. En allebei doen het aan niet handig. Gravenberg. Gakpo. Frenkie de Jong. Vraag kunnen wij die bal onderscheppen van uh, Nederland. hier gespeeld. Nog steeds de voorsprong van 1-0 door Denemarken. Door een eigen doelpunt van Nederland. Frenkie de Jong. De licht. Frenkie de Jong blijft geblesseerd liggen. Wordt wel doorgespeeld door Nederland zelf toch Gakpo. Memphis. Memphis goed druk door Nelson. Een paar aanpassingen in het elftal van Denemarken. Verrast het genoeg, geen Eriksen in de basis. Hier tegen het Nederlands helft wordt de rust gegeven door Tornstra, Christensen. Sowieso heel veel andere namen in deze kwartfinale. Larsen, goede paas, dat wou ik zeggen. Maar Christensen krijgt de bal daar niet uh, onder controle. Bal nu weer voor Oranje, Gakpo. Terug naar achteren, Frenkie de Jong, Gakpo. Ravenberg, Frenkie de Jong, Van de Beek, Gakpoot. Dus even het heen en weer getikt. En dan zit DLN ertussen. En nu kan Denemarken eruit komen. Goede paas, jazeker. Er is het hier Dolberg en de redding van Bijlo. Hoekschop voor Denemarken. Half uur gespeeld. Hoekschop kort genomen. Goed. Komt er dan een goede voorzet? Ja, de kopbal. Maar de bal aan de handen dit keer van Bijlo. 32e minuut loopt. Nu wel Dolberg, nu wel Dolberg, en die is er ook door en dan is het 2-0 voor Denemarken. Kasper Dolberg die Denemarken op een 2-0 zet, Eerst de eigen doelpunt van Wijndal. En nu de 2-0 van Dolberg. Dolberg, zo vlak voor rust. Nederland op achterstand. Op deze stand gaat Denemarken door naar de halve finale. Larsen wordt dan 3-0. Larsen op zoek naar de ruimte, vindt hij niet, kan hem afgeven, doet hij ook perfect. Perfect. En het is Damsgaard die al eerder het toernooi wist te scoren. Die de 3-0 nu maakt. Ongelooflijk. Denemarken straft Nederland nog af en neer zelf. Eigenlijk naar het, eigenlijk naar het uh, eigen doelpunt werd Denemarken beter. En Nederland krijgt er niet een goed gevoel bij. En mocht Denemarken hier uh, doorgaan. Het is al bekend dat Duitsland de tegenstander gaat worden maar ja, dan moeten we hier wel winnen. Anders wordt de halve finale Nederland-Duitsland. En moet het niet zo zijn, dan wordt de halve finale Denemarken-Duitsland. Ja, de andere halve finale is ook al bekend. Schotland-Portugal. En uh, daar hopen wij natuurlijk eigenlijk Schotland te treffen. Want die hebben we ook verslagen in de groep. En uh, het is hier uh, 4-0 voor Denemarken. Perfect gedaan. Maar we hopen natuurlijk in die, uh, als we doorgaan. Hopen we natuurlijk in die halve finale Schotland te treffen. Of die, als we doorgaan naar de daadwerkelijke finale. Uh, als Schotland dat ook wint van Portugal. Dan hopen we natuurlijk Schotland te treffen. Maar ja, dat is al langer weg te gaan. Moeten we nog een halve finale gaan. Deze sowieso nog uitspelen. En nog een halve finale gaan spelen. Maar ja, als er op de voorrust al 4-0 staat. Dan kan het niet gek lopen voor Denemarken zou je zeggen. Hier gaat het eerste helft erop. En kijken wat de tweede helft gaat worden tussen Denemarken en Nederland. Maar dus de 4-0 voor de Denen. Nederland wel op aan in de avond. Nu minuten minuut 60, Memphis. De Pai. Krijgen we niet verder. Christensen. Andersen. Gravenberg onderschept. De bal bezit weer voor het Nederlands zelf. Dan Gravenberg. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Gravenberg. Het wordt gezocht naar de ruimte. Andersen zit er goed tussen. Hier de bal voor Baden. Want Baden. Geen idee hoe het eruit spreekt. Je geeft wel een goede paas zeg. En dan is het hier 5-0 voor Oranje. 5-0. Niet voor Oranje. Voor Denemarken tegen Oranje. En het is Casper Dolberg die hem scoort. Dacht, dat was even wat de kluts kwijt. Als ik elke keer met tegen Nederlands auto speel... ...denk ik elke keer zelf dat ik Oranje ben. Maar ik ben nou Denemarken. We gaan een paar wissels doen. Uh, op middenveld. we leggen eraf. Middenveld erin. Baderaard. Lindstrom erin. En bij een 5-0 voorsprong. Nu in de laatste 10 minuten van de, 20 minuten van de wedstrijd. We spitsen erin voor Damsgaard. En Lindstrom erin voor Ba de rechtsachter. Ravest. Die komt met een goede paas. Ga ik komen. En dan wordt op het laatst met van de bal. door Anderson, Deli. Dolberg. Goede paas. richting uh, Darami. Invallen. Darami. Komt er dan met een paas. Jazeker. Dolberg weer. Maar die bal naast. De kans voor een 6-0. Dat is de laatste minuut van de wedstrijd. De laatste minuten tikken weg. En het lijkt me geen twijfel over mogelijk dat wij die halve finale gaan bereiken. Die zal dus zijn tegen de Duitsers. Denemarken-Duitsland wordt de halve finale strijd voor Jens Thorsta. Het avontuur van Denemarken is er niet voorbij. Het krijgt een vervolg tegen de Duitsers. Een ander halve finale is Schotland-Sportugal. En we hopen natuurlijk Schotland eigenlijk te treffen. Maar goed, dat zien we dan wel weer hoe dat gaat lopen. Is het tegen Duitsland een goede wedstrijd neerzetten? Wordt een hele moeilijke wedstrijd, dat wel. Dat weten we. Maar we zijn er voor op voorbereid. Dan gaan we de volgende aflevering zien: de halve finale tegen de Duitsers. Bedankt voor het kijken. En later.